tubeless mountainbiken, dus zonder binnenband. Waarom zou ik dat eigenlijk doen? Nou, het grote voordeel van tubeless rijden is dat je met een lagere bandenspanning kan fietsen, waardoor je een breder vlak hebt, dus meer grip. Het voordeel is dat je dus zonder binnenband rijdt en daardoor ook geen snakebite kan krijgen door de lage bandenspanning. En als laatste is het voordeel dat je dus geen lekrijden meer kan hebben door dorentjes bijvoorbeeld. En nou heb ik deze buitenband toevallig in mijn handen, maar betekent dat dat je met iedere buitenband tubeless kan rijden? Nee, niet iedere band is daar geschikt voor. Je moet dus een band hebben die een speciale hieldraad heeft, die dus een luchtdichte afdichting krijgt op de velg. En daarbij gebruik je dus de vloeibare latex om het geheel dicht te maken. Laat het maar zien. Ja. Vervolgens leg je de band er bijna helemaal om. Je houdt nog een kleine ruimte over om de latex erin te kunnen gieten. Als de juiste hoeveelheid latex erin zit, dan kan je de band sluiten. En daarna pomp je hem op. Als de band op spanning is en je hebt de latex goed verdeeld over de band, dan is hij klaar voor gebruik. Oké, alsjeblieft. Dus vrijwel geen kans op lekkage. Inderdaad. En een betere grip. Klopt. Ga ik uitproberen. Oké, succes.